Nou, hier zien we dezelfde kerk, maar dan wat voor jaar zien we hier? De 19e eeuw? Een 19e eeuwse tekening inderdaad, of een aquarel. Jouw brief, wat is de link met deze kerk? Niet de gemeente die er thans in zit, maar die er altijd in gezeten heeft. Althans in de 17e en de 18e eeuw. Het bijzondere is dat dit wel aan een persoon is gericht, aan Anna Meese, de weduwe van de heer Willem Span. In zijn leven predikant van de Engelse gemeente tot Middelburg. En okay. Die brief die is dus ook echt gewoon aan de Engelse gemeente gericht en de kerk die we hier achter ons zien staan. Die brief die is geschreven in Torarica. Dat was de oude hoofdstad van Suriname voordat Paramaribo het werd. Het is een typisch koloniale brief over waren die opgestuurd zijn en die verkocht moeten worden. En dat komt in dit geval gaat het eigenlijk over de nalatenschap van die Willem Span. Alexander Bataille, dat is de zaakwaarnemer, die schrijft dus aan de weduwe, aan Anna Meese dus. En hij schrijft: verzoek u edele mijn geen afrond en laat toekomen, want de suiker tegenwoordig in kapitein Zoeteling en in Jan Andriessen omtrent 7000 pond. Daarmee geeft hij eigenlijk aan, hij wil niet dat Anna Meese hem als zaakwaarnemer laat vallen, omdat hij nu even een slecht financieel resultaat weergeeft, want dat kwam, zo legt hij uit. Omdat deze twee kapiteins enorme partijen suiker meenamen aan boord en daardoor de prijs was gedaald. En ze daardoor een slechte opbrengst had. Hij stuurt een wisselbrief mee, dus dat is eigenlijk een cheque. 8399 pond suiker, dus dat is een dikke 4000 kilo, dus dat is een behoorlijke partij. Letterhout 18 stuks. Dat is dus zwaar tropisch hardhout en er werden hier letters van gemaakt en die werden gebruikt om drukwerk mee te verzorgen. Oh, okay. En een half okshoofd lamoensap. Dat is gewoon limoensap natuurlijk en een okshoofd dat is een kleine slagvat waar de wat duurdere brandewijnen en dergelijke normaal gesproken in vervoerd werden. Er zijn ook heel veel huizen in Middelburg waar het okshoofd in voorkomt. En een okshoofd dat is een inhoudsmaat van, ik weet het even niet meer precies, ik dacht iets van 233 liter of zo. Een normaal wijnvat is dan echt wel twee keer zo groot. Maar ze hebben ook aan alles en nog wat gebrek en hij sluit af met: groet mijn vader en zusters. Laat zij niet vergeten mijn kersen, boter en de meel toe te zenden. Kaarsen, boter en bloem. Maar op het laatst sluit hij nog af. En dat is iets heel typisch, want dat kom je in meerdere brieven tegen uit Suriname, uit die tijd. Laat zij mijn enige schoenen zenden en de stoffen tot kleren. Er was in die tijd echt een chronisch gebrek aan fatsoenlijke schoenen in Suriname. En het enige wat ze konden doen was eigenlijk een afdruk van hun voet maken en die opsturen. En daar hebben we ook voorbeelden van. En dan moesten de mensen thuis aan de hand van die voetafdruk konden ze een schoen laten maken of meerdere paren schoenen en die werden dan verscheept. Want kennelijk was het heel moeilijk om daar aan schoenen te komen omdat je natuurlijk gelooid leer nodig had. Ja. Nou, dat zijn weer van die wetenswaardigheden allemaal. Ja. Deze mevrouw Anna Meese, die heb ik terug kunnen vinden. En die werd op 10 juni 1694, dus dat is 30 jaar na deze brief ongeveer, begraven in de oude kerk in Middelburg. En ze was op dat moment woonachtig aan de Londense kaai, dus die woonde wel op stand. Ook hier hebben we uiteindelijk wel een soort van adres gegeven van. Alleen de Londense kaai is wat groter dan dit pleintje. En daar weten we niet van welke woning het is geweest. En de Engelse gemeente, dat kan er maar één zijn. Nou, interessant. Dankjewel.